Heeft het zin om als gewone burger een mondmasker te dragen vandaag? Wel, deze middag was ik hier te gast en toen zagen we in de studie allemaal mensen met maskertjes. Ja, op de foto's achter ons. Die hebben we nu weggehaald. Dat is goed. Dit is al een veel beter beeld. Dat is wat we eigenlijk in de straten willen zien. Mensen die gewoon hun ding doen. Want het heeft geen zin voor mensen? Dat heeft weinig zin. Dat die maskers die houden die virussen niet tegen. De verstrenging van de mondmaskerplicht. Vanaf zaterdag moet je ze op veel meer plaatsen dragen. Les masques seront obligatoires. Également dans les marchés, les brocantes, les fêtes foraines. Ik snap dan niet dat mensen maskers dragen. Ik vraag je af waarom. En dan hoop je dat een heel klein percentage van de mensen blijft. Wanneer je niks kan doen en je hebt te laat geweest, zoals in de Verenigde Staten, met maatregelen te treffen, ja, dan ga je zeggen van draag maar mondmaskers. Het is het enige wat je kan doen. Doe maar. Skiën in Italië, andere vakanties in Italië, is dat nog altijd een goed idee op dit moment? Ja, na die skioorden, zolang er geen gevallen zijn daar of geen outbreaks, dan zal dat ook wel in orde zijn. Je hebt natuurlijk bij elke epidemie, dan krijg je plots experten. Kan u een inschatting geven wanneer denkt u dat we niet meer in deze situatie zullen verkeren? Tweede helft van mei. Tweede helft van mei? Ja, dat is mijn voorspelling. En welke van die uitspraken vond u een probleem? Wel, ik sta er allemaal achter. Ja. Welke van die uitspraken? Maar